Nou, zit dus nu lekker even in de tuin en bij mijn schoonouders. De zaak begon hier al te miepen, voordat ik op zaak was. Ja. 85 kilometer in de tank. Ja. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. En het is vandaag maandag 29 mei 2023. En het is nu 2:30 geweest. Ja, kijk maar, zoals hier op de klok. Het is inderdaad 2:30 geweest. En dat betekent nu dat ik dus inderdaad klaar sta. Klaar. Sta, ja. Ik sta klaar. Klaar. Gaan jullie ook zo mee? Oh, weet ik hem zien. Zitten? Zitten dan. Zitten. Zitten. Ben jij mooi? Ben jij mooi? Beauty, ben jij mooi? Wil je wat lekkers? Oeh, hi Leed. Hi. Nelos, kom eens hier. Oh ja, is dat zo? Is dat zo? Gaan jullie mee? Ga je weer mee? Hij? Loffrie? Nee? Lof? Ga je ook mee? Ga je ook mee? Ga je ook mee? Ga mee plasje poppen doen? Ja? Nou, go! Ja, goed zo! Nee. Blijf. Nee. Zitten. Zitten. Ja. Nee, blijf. Blijf. Nee, blijf. Blijf. Zitten. Jitty, zitten. Blijf. Ja. Lady, open. Wachten. Wachten. Blijf. Ja. Wachten. Blijf. Nee, wachten. Ja, rustig langslopen. Ja, keurig. Ik heb geen zin in krassen op auto's namelijk. Ik heb daar geen zin in. Nou, loop dus nou lekker buiten. Lekker joh. Echt wel. Helleid. Wow, zo, overbelichting. Kijk, hey, check. Zo, goedemorgen. Alleen ik moet mijn schermpje wat feller zetten, want ik zie niks. Hij schat. Yo, kleine. Andere kleine. Beauty, kom. Zo, goedemorgen. Hier, één. Eén. Twee. Dank je. Heel fijn. Ja, ik vind het nog wel even een dingetje, want het is nou een grotere unit wat ik heb. Ik moet hem hoog houden. Ja, dat is grappig. Maar ja, ik moet even om heel veel dingen denken. Dat ik mijn lens niet op en op inzoomen heb of zo. Hè? Dus ja, ik moet er gewoon even overal even aan denken. Dus het zal nog wel eens gebeuren dat ik per ongeluk nog op inzoomen sta. Ja, dat ik dat niet eens in de gaten heb of zo. Nee. Net zoals gisteren, daar kom ik al achter, maar dat geeft niet. Maakt niet uit. Hi kindje! Zo. Hi. Was je er ook? Was je er ook? Dus ja, die zijn er ook. Ik ben lekker nu aan het lopen. Ja, kom. Kom dan. Kom maar. Hi. En ja, dat zeg ik, ben nu lekker aan het lopen met de handen. Kom dan. Hoe moet jij plasje doen? Moet jij plasje doen? Moet jij plasje doen, schat?
Dus ja, ook dat moet dus gebeuren. En daar is ik al. Ik moet even helemaal wennen aan deze hele camera. Want die andere camera die was een heel stuk kleiner dan deze unit. Maar ja, alles went behalve een vent. Zeggen ze wel eens. Lekker! Kijk dan, moet je ze zien kijken. Even kijken, ja. Ik kan het zo doen. Oh, nou, lopen ze weer weg hoor. Trinola. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga weer even lekker focussen op de honden. Maar ik hoop wel dat jullie dat begrijpen, toch? Een lady die wil zich toch altijd eigenlijk mee bemoeien? Dat mag niet van mij. Wow, wow, dames. Hi. Kom, ga mee. Nee, los. Kom. Kom maar. Kom, lopen. Kom maar, kom. Dames, kom. Dames, kom. Kom. Lof, ga mee. Kom maar, ja, lekker hè. Goed zo, ja meisje. Lekker. Ga mee. Hi. Hi. We zijn dus weer in onze favoriete winkel. Ik moet hem even draaien, want ik mag geen mensen erop hebben, zeg maar. Ja, alleen Ro en mij. Hey. Ja, joh, jij meent het. Ben je ook een mens? Oké, okay, dat is fijn. Deze kant. Oh, ja. En bij die andere kon ik het zien. Nou, dat is wel heel veel wat erin zit. Nope. 1,50. Dat is heel veel, hè? Dat soort dingen. Hè? Huh? Vegetarische worstenbroodjes, volgens mij. Ja, geen idee. Kan je nou een doen? Nee. Dus we gaan het merken. Schat, kun je even kijken op het schermpje tot hoe ver ik hem moet hebben? Ja, dat gaat zo. Zo? En als ik hem zo hou dan? Ja, dit is goed zo? Ja, zo, ja. Oké, okay, top. Maar hoeveel zie je nou eigenlijk dan als ik zo doe? Hoe ver zit... Dat is even de vraag. Van, wat, want ik zie nou niks. Ik kan het schermpje nou niet omdraaien. Ik kan het schermpje nou niet omdraaien, vanzelf. Ja, daar moet je wel een foto van kunnen maken. Zo, eens even kijken. Wat gaan we kopen? Hebben ze het ook nog? Ja. Kijk, ik moet deze hebben, zeg maar.
deze ronde. Ja, deze mooie rondje moet ik hebben. Kijk, en weet je wat er ook niet op stond? En bij die oude, kijk hier, zie ik precies hoeveel procent die is. Deze moet ik hebben. Ja, deze. Wat? Wie? Deze moet ik hebben. Yes. Hi. Doe maar eentje. Ja, eentje, ja, heb ik ook. Ja, dus en? Jo, je meent het. Dat is fijn. Ja. Nou, ik zit dus nu lekker even in de tuin en bij mijn schoonouders. Mijn schoonmoeder is even bezig om wat te zoeken. Mijn schoonvader is even met Rob even naar boven om iets te fixen. Het is hier zo lekker. Oh, dus kijk, een mooie boom hier. Oh, dit is zo mooi. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat het plantje daar. Ja, deze daar. Ja. En ik zit nou lekker aan een watertje. Ja. Plus tot 75 kilometer. Hoe bedoel je? Oké. Okay. Want hoeveel had hij? Je moet nou even iets harder praten. Omdat je moet nou even iets harder praten, want anders horen mensen nou je niet, omdat ik dat nog niet heb. Dus. Oké, okay. Op de zaak begon hij al te miepen, voordat ik op de zaak was. Ja. 85 kilometer de tank. Ja. Ik moet nog naar huis rijden, 20 kilometer, en nog weer hier naartoe. Maar ja. En nu zit er nog 75 in, dus ik heb 10 gebruikt, zeg maar. Oké, okay, netjes. Ja, maar welke tank jij altijd? De middelste. Als je links pakt, de ja. Pak je de middelste. Oh, ja, oké. Okay. Die daar. Pak steeds de middelste. Ja, dat is waar. Dan. Ja. Ja. Hi, meisje. Ja. Maar, moet eens kijken hoe roze gaat. Ja. Ik heb het al. Zie dit hier. Gisteren nog val gemaakt. Gisteren naar de huis ging. Pa! Kijken. Nou, moest kijken hier, jongens. Oh, ik weet niet of het heel goed te zien is. Moest kijken. Wat? Ja, dat. Oh shit, zegt hij. Moet hij. Daar mooi. Tammel. Daar, middelste. Ja, stap meteen, keer 5. Kom, 5. Ga verder. En bevestig. Bevestig. Ja. Nou, ik weet niet of hij me helemaal pakt nu. Eeuw. Ja.
Dan, en dan moet jij hem wat beter gaan onderhouden. Moet je mij nou wat bereiken? Ja, ik zat er en die neer. Gewoon voor op de, dan komen die luizen de hele tijd aan. Ja, maar jij pleurt hem onder een luizenboom. Moet je ja, daar... een luizenboom. Daar kies ik voor, ja. Jongen. Ja, en daar kies jij voor, ik niet. Op een plek voor de deur. Waar alle bomen staan, er moeten ook die luizen erin zitten. Nou, daar zit ik op te wachten. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is toch handig? Tuurlijk, dat is juist handig, toch? Ik krijg al 41 cent kwart. Hoop je? Hoop je? Hoop je, schat? Zo. 100 euro, mensen. Dat, en dat ben ik nog niet eens kwijt. Ik krijg het nog druk. Ze gaat slaten bijna. Benzine. Ja, dan, en dan moet je heel en heel veel gaan rekenen. Nee, maar als ze maar dat ding komt, dan laat maar voldruppelen dan. Nou, echt zo? Nou, dat is rood, dus kwijt. En ik ben benieuwd of hij de app goed heeft gepakt. Ik ga met je meelopen. Ik loop met je mee. Ja. Shoppie. Tot en met 6 uur. Een hele mooie. Hi schat. Hi. Je krijgt hem nog druk. En jij wou er niet op, hè? Nee. Nee. Nog steeds. Nee, en nog steeds niet. Kom misschien nog wel eens een keer. Maar je stem even vind je niet erg, hè? Nee, oké. Ja, met kwart. Heb ik niet bij me. Dankjewel. Nou, dat duurt altijd nog wel even hoor. Okay. Ja. En dank u. Dankjewel. Fijne dag. Wat zijn wij aan het doen? Nou, je auto maar even helemaal even met de jasje even helemaal in spuiten, omdat dit luizen is. Luizen schijt. Nou, en ook even jouw vellen gaat helemaal in spuiten. Kun je deze wel even gewoon even bijhouden? Of fijn lezen. Ik ga even bezig met het werk. Ja, dat leg ik even uit. Stel gewoon nou eens een keer kijken wat ik dan doen ben bij jouw auto. Dat is mijn auto? Ja, nou, stel het eens. Aan het boeren, helemaal goed. En waarom ik het zelf niet mag doen, dat weet ik niet. Hè? Waarom mag ik het niet zelf doen? Mag? Kom maar. Ja. Met deze graag. Nee, met deze. Nee, met hoge drukspuit. Nee.
Nee? Nee, dat mag ik. Waarom mag ik niet met hoge drukspuit mijn eigen ogen doen? Nee, weer. Zometeen, oké. Okay. Maar eerst met dit. Oké, okay. Eerst met dat. Waarom met dat? Wat doet dat ding? Vertel eens wat dat ding doet. Nou, ik zou zeggen, dat het werkt op Google. Op Google, helemaal goed. Want kijk, nu haal je overal dus weer vuil er extra af. Anders haal je dat er niet vanaf. Oké, okay. Dus extra vuil eraf gaan. Ja, hier. Waar? Hier. Dan ga je dan daar uitsmeren. Nee. Nou. In de handschoen, oké. Okay. Kijk, nu kan ik het weer uitknijpen. In mijn stuipervies. Hier. Ja. Maar jij bent alweer in principe in mijn ogen weer te goed om dit zelf te gaan doen. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, want het is wel zo. Het is verloren jouw auto en die maakt het schoon ik. Ja, omdat ik het niet mag doen. Nou, oké. Okay. Hier is mijn ding. Als jij het graag wil doen, dan mag dat van mij. Nou, je mag het wel doen en mag wel op mijn instructies. Op jouw instructies mag mijn auto het gewoon maken. Nee. Maar wie is die auto nou? Grappenmakeres. Jokemaker. Huh? Jokemaker, dat ben jij. Nee, dit is gewoon zo. Oké, okay. Dat is goed. Als jij weer een glimming auto wil, dan moet ik op deze manier doen. Dat heb ik alleen maar gestolen dan. Beter naar beschermen. Ja, het is gewoon zo. Helemaal goed. Jouw auto, die maakt het gewoon. Ja. En daar heb ik alleen maar tegenlicht. Ja, ook goed, maar dan zie ik je niet. Prima, ga ik hier staan. Helemaal goed. Waar ben je nou? Kijk maar. Ik zie je niet namelijk. Prachtig, dat stopt. Ja, daar ben je weer. Wat gaan wij doen? Nee, wat stinkt die zo? Nee, dat staat niet op camera, die stank. Gelukkig niet. Nou, dat kan alleen natuurlijk. Overdrukreiniger, oké. Okay. Ja, voelen. Nee, dat is contactpad. Dat is het naast spoelen wat ik doe. Het naast spoelen voor een druk reinigen. Het naast spoelen van wat ik heb gedaan. Yeah. Oh, dat is ook zo zeker. En die aan het ook laten worden. Oké, okay. Kan jij deze stickers er even vanaf halen en dan krijg je zometeen nieuwe? Stickers eraf halen? Deze stickers er even afhalen. Ja. Dan krijg je zometeen nieuwe. Ja, oké. Okay. Dus.
Ik heb een kofferbak vol. Ja, maar jij wou blauw hebben, hè? Toch? Ja. Alsjeblieft. Nee. Want jij, en jij hebt de jouw er nu vanaf gehaald, nee, hè? Ja. Dan kan je hem beter in het zwart plakken, denk ik. Beter, gewoon jij. Nee. Nou, daar, jij inderdaad gewoon weer. Moet ik helpen? Helpen. Je mag het ook voor me doen, want ik heb het niet zo vol in mijn handen meer. Ja, dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Nou, wat we nog eerst even gaan doen. Jij, en jij wil hem hier hebben, hè? Ja, daar, ja, daar zat hij. Oké, okay, dan doe ik even. De oude zat daar ook. Even zo. Zo, want ik ga ook zo meteen weer wat stickertjes plakken. Stickertjes plakken. Zo, gaan we hem eraf halen. Mag je deze van me hebben? Mag je hebben, hè? Jee. Zo, hè, weer, hè? Nee, ja, dat is goed met die R aan de rechterkant. Hoe doen we dat? En dan even heel goed wrijven, dat het weer lekker weer warm wordt, zeg maar. Ja, maar niet te warm, anders smelt het nog. Scheelt weer. Yes. Toch? En dan wat ga doe je nu? Hem, wat, nou, wat ga je doen? Wat gaan ik, we doen? Ik ga hier ik weer ga even pulken. Ik ga op je vingers kijken. Ik ga hier weer pulken, zeg maar. Ja. Zodat hij er heel voorzichtig ervan af kan. Ja. Even zo. Wacht. Dan klopt hij zo meteen weer. Je vaart er niet dubbel, dus. Nee. Oké. Okay. Dat is wel netjes zo. Ja, maar dan klopt hij weer bij jou. Nee. Hij klopt er niet meer bij jou. Nee, maar bij dat is wel. Zal hem omhoog. Alsjeblieft. Blij mee, denk ik. En ik heb de groene, hè, nog steeds, hè? En waarom moet jij nou de groene hebben? Omdat ik de groene heb. Omdat jij paars houdt, hè? Ja. De groene. Dan. Wat nou weer? Ja, het zijn een paar klapperozen. Nou, jou over la da 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 zingen. Dan. En wat is dit voor visas hier? Ba. Wat? Mooi, hè? Ja. Nou. Dan heb ik hier dus nog. Laat eens even kijken. Voor kik hoor, dat gele. Oh. Like VAG Daily. Like VAG Daily. Okay. Ja. En dan heb ik nog deze. Klopt niet helemaal. Meguirgiers? Ja, geen idee. Maar nu zit ik eventjes in te twijfelen van waar ik deze heb. Bij twijfel? Niet doen. Die klappen houden. Want? Dat belemmert het zicht. Is het zo? Ja, zo kan ik niet naar binnen kijken. Het zijn ruitstickers. Ja, geen achteruitstickers. Huh? Ik kan hem beter hier plakken. Hier zo, kijk. Hier zo. Nee! Dan kan je hem altijd zien als je in het spiegeltje nee, kijkt. Nee, is het niet handig? Probeer eens even. Kom op, nee. Probeer het eens even. Nee. Kijk, dat, en dat gaat toch niet, schat? Nee, hier. Kijk, hier. Ja, ja, kijk. Als je nou naar buiten kijkt in het spiegeltje, zie je het meteen? Nee. Je kunt altijd naar kijken. Nee. Niet? Nee. Niet. Alsjeblieft. Oké, okay. Nou, dan niet. Kijken van waar ik deze kan doen. Je kan op de ruit. Ik denk zomaar dat ik hem hier ga doen. Wil je hem niet op de bak plakken? Of zijn het echt ruitstickers? Als je hem hierop gaat plakken, dit is lak. Ja. En dan kan je en dan met deze dan en dan kan je dus je lak mee. Oké, maar hier zit geen lak op. Nee. Hier heb je wel lak aan. Ja, deze en deze wordt een beetje lang. Dat is jammer. Ja. Dus daarom zit ik even
een paar schaapjes kopen. Nee, want kijk, deze is weer net een beetje te too much voor hier. Ja, maar die andere kan misschien wel. Nee, ik wil hier dus namelijk onze Insta hebben en van de auto's. Ah. Daar heb ik mijn privé Insta. Privé Insta, leuk. Privé Insta. En hier heb ik ook die van de groep, zeg maar. En het dolfijntje. Extra. Dus daar extra. Even met deze even in mijn maag. En dan doe ik deze waarschijnlijk dan gewoon hier. Ja, dan zou ik het net andersom doen. Gewoon deze hier zo? Ja, want je kijkt het meeste dus aan de rechterkant, lijkt mij. Ja, oké. Okay. En je haalt en dan ook in. Heb jij. Kan je het prima zien als je weer ingehaald wordt. Wat hetzelfde gaat gebeuren. Dus deze doe ik even nog even hier, want anders dan ben ik het zo kwijt. Ik heb geen zin in. Niet. Jammer. Dus. Ga jij die hier opplakkelen? Eerst opwarmelen. Zoals jij plachten noemen. Ja. Toch? Even opwarmen. Laat lekker op je vingers kijken. Dan hebben we hier een heel mooi irritant. Een mooi irritant. Oké. Okay. Die is wel spannend, hè? Dat ga je precies in de wind doen. Helemaal goed. Ja, ik weet het. Kijken. Zo. Ja, dan ga je dus zo erop plakkelen. Hier, daar, ja. In het hoekje. Dat ziet er wel fraai uit. Past die daar ook nog? Met die L? Moment. Dat was net. Niet. Ja, pas net wel. Oeh, dat is heel strak. Heel strak, hè, doe ik dit. Nou, dat ding eraf zien te krijgen. Ja, dat is heel strak. Ik zit net hier bij mijn ruit. Maar ja, maar het hoort bij de ruit te zitten. Ja. Maar het is wel heel strak. Wil je een pen hebben? Ja. Ik ook. Ik wil hem toch een stukje naar beneden hebben. Oké. Okay. Daar ben ik ook bezig. Oké. Okay. Mega moeilijk om eraf te halen, zeker. Ik vind het niet stoer, laat ik het zo zeggen. Nee, niet? Nee. Oké, dan laat ik hem zo. Het lijkt me netter om het zo te laten. Hè? Maar het is jouw keus. Nee, oké, dan laat ik hem zo. Dan het hele ding eraf, dan plak ik er gewoon een nieuwe op. Nee, want ik heb geen nieuwe. Oh, jammer. Er zit wel heel strak er tegenaan. Ik heb geen pen voor je. Misschien helpt het. Nee, ik moet zo meteen gewoon even een pasje hebben. Dan kan ik het, ja, een pasje straks. Dit is ook weer een verwisseling van wacht. Een geeltje, is dat ook goed? Dat is eigenlijk ergens anders voor bedoeld, maar dat geeft het niet. Dit ziet er strak uit. Sorry. Maakt niet uit. Wauw. Net of het op je ruit zit en dat ding is er overheen gezet. Jeez. Mag ik nog wat geeltje over van jou?
Eerst dat pleister af. Het valt niet echt op dat het niet heel groen is zoals die andere dingen. Maar dit is ook wel een kleur, ja. Sorry. Wat zit je allemaal te lachen? Ik vind het humor. Wat vind je allemaal te lachen? Nou, ik vind het gewoon humor. En dat ik gewoon eigenlijk een, nou ja, kijk, en nog onder en de vinden vind ik niks. Nee, dan wordt het te druk. Te, beetje te is dat. Dat is anti. En dan krijg ik ook binnenkort ook weer stickers. Hard voor auto's. Mag zo meteen, mag lekker uitbiepen. Ja. Nou, dan heb ik hier dus weer een leuk stickertje, jongens. Ja. Deze. Als je nou uit de wind gaat staan. Waar is het geen hier, wind? Kijk, hier. Hier is geen wind tussen de auto's. Joh. Kijk, dan heb ik hier weer een mooi stickertje. Nee, doe ik niet. Daarop plakken. Tjonge, jonge, jonge. Wat priegelwerk, hoor. Oh, dat is zoiets. Ja, oké. Okay. Deze blijft dus op zitten, zeg maar, deze. Oké, dat is wel handig. Kan nooit fout gaan. Nodig. Ja. Maar die geeltjes is niet goed voor zijn. Echt, hè? Gewoon een rijdende reclamebordje. Ja, de bijna de rijdende rechter, zou ik zeggen. Echt, hè? Zo, die zit er ook op. Even nog een beetje afstrijken. Die zit nog allemaal. Pies. Nou, als je dat niet doet, dan gaat er allemaal rommel onder zitten. En dan valt je sticker eraf. Uiteindelijk. Yep. Zo, nou, ik vind het goed. Moest ik nou nog dat rode knopje indrukken? Ja, ik zie het nou niet of je dat. Want op de kleine camera dan en dan zie je hem daar inderdaad. En dat rode dingetje. Maar nee, dat zie ik hij nou zit niet. Hier achter te knipperen. Hè? Huh? Hier achter knippert hij. Ja. Maar knippert hij in de lens ook nog of niet? Hij lijkt inderdaad af en toe rood te worden, ja. Af en toe. Oké. Okay. Ja. Wel blij met je camera? Ja, ik wel. Oké. Okay. Yes! Boom! Hoe blij ben je? Ga je een dansje maken? Boom! Boom. Oh! Dansjes. Ik zie wat.
Kijk eens hoe cute die. Ja. Daar ook nog. Zo mooi. Maar ja, de bolides die staan mooi bij elkaar. Ook leuk. We lekker schoon. Even hun even er voorbij langs laten gaan lopen. Dan staat rode wit tussenin. Dat zijn wel weer mooi schoon. Dat zeer zeker. En hou hem ook zo schoon, schat. Maar dat doet het dan waarschijnlijk niet. Kijk eens. Wat staat daar heel ver van die streepas? Kijk eens, roze auto shined weer. Heel mooi. Wauwie. Moet je eens kijken hoe mooi. Hoe mooi zijn auto weer shined, hè? Kijk eens. Oh, hij is mooi, hij is mooi, hij is mooi. Hij shined weer. Ja. Nou, jullie zien dit nog. Ja. Maar er gaat wat veranderen. Ja, er gaat wat een en ander veranderen hierachter. En jullie zien zo meteen wat. Grappendoos. Ik doe helemaal niks. Even hele andere dingen opschrijven dan wat ik zei. Ik wou namelijk wat even opschrijven en wat rouwen. Dus zei ik moet even kijken of ja, jullie staan goed. Jullie staan niet ingezoomd of zo. Nee. Maar... Ik schreef wat anders eventjes op van de mannelijke geslacht en wat daar dus uitkomt. Ja, precies dat. Onzin dus. En dan de slagroom van de man en maar dan de bank erachter, zeg maar. Ja. De slagroombank. De slagroombank. Wat de crap. Ja. Je hebt ook een supermarkt. Ja. Ja. Als je één later weggaat, wordt iets heel anders. Ja, maar ik en ik had u er ook niet bij. Ik had eerst SPE. Ja. Speer. En dan maar. Ja. Dat voorste stuk even tussen de quotejes. Ja, ga jij maar quotejes maken, helemaal goed. Huh? Ja, ga jij maar quotejes maken, oh, helemaal goed hoor. Ik vind het niet erg. Oké. En dan zo. Ja. Nee, maar we zijn even dus bezig om eventjes goede teksten te maken bij de vlogs. Dus daar gaan we nog even mee bezig. Ja. Ja, heel goed. Ja, dat dacht ik ook wel. Want in de VS heb je eigenlijk twee grote partijen. De Republikeinen en de Democraten. Ja. En dan zijn wij dus naar de Republikeinse supermarkt geweest. Is dat zo? Nou, blijkbaar. Oh, want waarom? De Democraten hebben, dacht ik, een ezeltje als logo. Ja. En de Republikeinen hebben dan een olifantje. Oh. Een olifantje heb ik ook wel Jumbo genoemd. Oh. Zo gaan we Jumbo-fantje. En wat ben je mooi zo? Sexy hoor. Too sexy for my car. Too sexy by far. Doe dat nog eens. Nou weer. Wat nou weer? Moet je zijn gezicht... Mallet. Hoe doe jij dat? Mallet. Hoe zei je dat? Mallet. Is dat zo, mallet? Jij hebt een beetje mallet.